juist de gewone dingen die het daglicht moeilijk verdragen. Enkel voorzien van een aanwijzing op papier. Van klokslag 12 tot ochtendgloren. Het mysterie tot in detail aan te horen. Er is geen ontkomen aan. De verhalen houden hier de wacht. Weet men deze plek te doorstaan en overleeft het drietal de horrornacht. Kijk man, ouwe, wat eng is het? Zo. Een plastron ook. En witte handschoentjes. Huh? Ik zie een wedstrijdbeker. Waar gaan we heen? Ik denk dat het in het boekje staat. Oh kijk, daar ligt iets. Jullie gaan naar het verre oosten, een stal. Hier zijn in geen 100 jaar mensen geweest. Het schijnt dat daar alle paardenmeisjes van deze stal nooit meer terugkeren naar de wedstrijd. Zag je dat? Moet je kijken, ouwe. Volgens mij zijn hier al geesten. Men zegt ook dat alle geesten van deze meisjes hier nog rondspoken. Zal het echt zo zijn? Jullie kunnen het uitzoeken. Oeh, dat is echt eng. Maar wat nou als ze geest ons zo pakken? Maar ouwe, we moeten eerst mensen zoeken. Met wie we moeten praten, want we weten helemaal niks. Ja, die aanwijzing zegt wel dat die paardenmeisjes hier nog rondspoken. Maar verder, waar is dit? Ja, dit is, we hebben een locatie trouwens. Oké, maar wat we dus eerst gaan doen is gewoon op zoek naar mensen die iets over die stal weten. Nienke en Maatje moeten dit keer afreizen naar het oosten, een gebied waar ze redelijk dichtbij wonen. Een uur later arriveren de girls in het plaatsje waar ze moeten zijn. Omdat het nog vroeg is, gaan ze meteen op zoek naar mensen uit het dorp. Kom eens. Er zit hier een deur. Kijk even echt. Wat is daarachter? Kun je dat daar zien als je... Oh my god. Jij komt hier uit het dorp. En er staat een hele enge stal. Heb je ooit gehoord van deze stal? Ja, ik heb er echt heel veel dingen over gehoord. En ik zou er niet naartoe gaan als ik jullie was. Nee, hoezo dan niet? Het is er nogal gevaarlijk. Oh ja, ik heb inderdaad gehoord dat er paardenmeisjes of zo rondspoken. Maar ik geloof het niet helemaal. Ja, daar zijn heel veel verhalen over. Ik weet het ook niet. Wat vind je ervan dat wij hier gaan slapen? Dat jullie er gaan slapen? Ja, dat zou ik echt niet doen als ik jullie was. Het is echt niet zo fijn daar. Maar we gaan het echt doen. Dan wens ik jullie heel veel succes. Dankjewel. Nou, staat daar nog iemand? Volgens mij komt ze ook uit het dorp. Ik ga er even een vraag stellen wat zij ervan vindt. Hallo, ik zal me even voorstellen. Nienke. Jolanda. Wij willen op de stal hier in de buurt, de spookstal, willen wij gaan overnachten. Wat vind je daarvan? Ik zou het maar niet doen, meid. Echt niet. Nee? En waarom niet? Het spookt hier! Hier? Ja. Hier ook? Ja, en daar, bij de buren ook. En aan de overkant daar, spookt het helemaal. Oké. Ik weet niet of je het weet, maar hier komen mensen met migraine weg. Met dikke hoofdpijn, met misselijk en duizelig. Paarden zijn allemaal verkocht. Het is één grote puinhoop, echt waar. Oké, want wij hebben gehoord dat hier dus wedstrijdmeisjes, nou, meisjes die op wedstrijd gaan, dat die ineens verdwijnen naar een wedstrijd. En wij dachten, misschien is dat jaloezie in het spel. Ik weet niet, wat voor mythes gaan hier in het dorp rond? Verdwijnen? Hoe bedoel je verdwijnen? Naar een wedstrijd, dan worden ze ontvoerd en ze komen nooit meer terug. Meisjes hebben een wedstrijd gehad en al hun spullen laten ze hier liggen en niemand ziet ze meer. En vervolgens zijn de paarden ook weg. Ja, maar het spookt hier echt hoor. Dingen verdwijnen. En daarnaast is het zo dat als je goed luistert, dan hoor je een of andere winter omheen blazen.
Het is net alsof er een of andere iemand of iets uit de lucht gewoon zo naar beneden komt. Ja, maar ik hoorde net ook al voetstappen en hoeven van paarden. Ja, dat kan maar zo. Ik hoorde ze heel hard, net alsof ze aan het rennen waren. Het kan ook van de buren zijn, maar het kan ook zijn dat het gewoon van het spoken komt. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar... De mensen die hier wonen, die gaan ook binnenkort verhuizen. Oh. Wat is jouw grootste tip, dat wij hier gaan overnachten? Als jullie gaan overnachten, dan zou ik even kijken, hoe heet dat ook weer? Discovery Channel of zo. Die hebben ook zo'n coast-toestand. Die zou ik gewoon even bellen en zou ik vragen, van, kunnen jullie niet even meten of hier wat te doen is? Oké. Okay. Eenmaal terug wil Maatje toch even checken of er nog iets over op het internet staat. Kom maar. Hey, yo. Hey, ouwe, ik was een aantal dingen aan het uitzoeken, maar het is gewoon... Ik kan bijna niks vinden. Wacht, zal ik pak even mijn stoel. Heb je, Kom maar hier. Wat ben je aan het uitzoeken dan? Ik heb Google opgezocht. Ik heb Google opgezocht over deze stal, maar ik heb hier amper bereik sowieso. En ik kan helemaal niks vinden erover. Echt helemaal noppes. Echt niks? Nee, echt helemaal niks. Was je nog gebeld? Ja, maar zo. Zeg, is het een van die mensen uit het dorp? Ja, dat is helemaal. Ja. Nee, kijk dan. Moet je dit even zien. Geen internetverbinding beschikbaar. Terwijl we hier gewoon in de kamer zitten. Maar even kijken, er stond op de hint. Er zijn hier geen 100 jaar mensen geweest. Dus dat betekent wel 100 jaar. Het schijnt dat daar alle paardenmeisjes op deze stal nooit meer terugkomen naar een wedstrijd. Maar misschien is het inderdaad wel iets van jaloezie. Wat die mevrouw ook zei. Dat er onderling... Een wedstrijd. Dus er moet iets zijn gebeurd van, nou, misschien is er wel iemand gewonnen die niet had mogen winnen. Ja, maar dat ze allemaal verdwijnen, allemaal. Ik vind het zo'n apart verhaal. Want waar zijn die nabestaanden die dan wel voor de paarden konden zorgen? Want die paarden zijn hier ook dood gegaan, hè? Ja, die zijn allemaal weg. Die daar zijn dus gewoon nooit gekomen. Of, die zijn ook niet meer teruggekeerd. Men zegt dat de geesten van deze meisje hier nog rondspoken. Ja, maar dat even serieus. Dat is wat wij gehoord hebben vandaag. Ja, we hebben... En de paarden. De paarden ook. En ik zie het echt niet zitten, man. Ik zit echt niet zitten. Oh. Wat is dit? Top. Gaan we dit doen? Ja, man. Ik weet het echt niet. Weet je hoe gevaarlijk het is? Na al die verhalen te horen, niemand keert terug. Maar we zijn er vanmiddag ook geweest en toen... Wel. We kunnen gewoon, als we zo met ons luchtbed in een stal zetten, zo in de hoek of zo, weet je, dan kunnen we alles in de gaten houden. Dan gaan we s'nachts gewoon in die aparte schuren kijken waar we met niet heen zijn geweest. Dan kunnen we gewoon een toffe aflevering maken en we overleven het vast wel. Nou, ik weet het niet, maar ja, we moeten het wel doen. De volgende ochtend gaan Maatje en Nienke de locatie alvast checken, om te zien wat ze die nacht kunnen verwachten. Oké, okay. Er zit daar een heel eng schuurtje en daar gaan we even inkijken. Hier. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe... Wacht, wacht, hoor je dat? Wow. Ik hoor allemaal spookactiviteiten. Hoor je dat? Even serieus. Ouwe, nee, dit ga ik echt niet doen, man. Dit ga ik echt niet doen. Nee, Maartje. Nee, man. Nee. Dit gaan wij. Dit vind ik niet grappig. Ja, maar. Nee, dit vind ik. Nee. Is het echt? Wacht even, ik hoor allemaal dingen. Ik hoor nog. Ik hoor ook hoeven. Ik vind het. Nee, dit.
En dit vind ik echt niet oké, man. Dit. We moeten gewoon even naar binnen. We moeten naar binnen. Het komt gewoon van boven, hè? Ik denk dat het een vogel is. Dan laten we dat maar hopen. Wow. Wow, ik hoef eens. Zullen het net de geesten zijn? Nee, ik vind het echt... Nee, dit is echt niet grappig. Ik wil hier echt niet vannacht slapen. Hoor je hoe hard dat ging? Ik ga het ruiken. Shh, hoor je dat? Wow. Oh, dit is echt minstens 50 jaar oud. Godverdomme. Oh, mijn neus. Die geluiden. Wow, kijk. Er ligt hier zelfs nog een heel oud halster. Kijk dan. Wow! Maatje, wat was dat? Wat was dat? Serieus? Er rende echt iets langs. Nee, man, nee. Oh, jawel. Weg hier, weg met het halster. Weg. We zijn hier nog met allemaal verschillende ruimtes. Ik ben wel nieuwsgierig naar wat daar is, maar... Volgens mij is dat best laat en we moeten zo meteen komt de taxi ons weer ophalen om naar de hotelkamer te gaan. Zullen we dit vanavond ontdekken? Ja, ik denk inderdaad dat we beter gewoon nu terug kunnen gaan en even op de computer kunnen checken wat er allemaal is hier nog. Dat we ons op de hotelkamer gaan voorbereiden. Ja, en dan inderdaad vanavond gewoon terugkomen. Voor een volgende. Ja, ik hoor dat ook. Echt super eng. Nou, maar nu terug gaan, want als ik eerlijk ben durf ik ook niet. Ik heb het gewoon heel koud van die koude rillingen. Overal rillingen. Ja, verschrikkelijk. Adem in, adem uit. Oké, we gaan nu terug. We gaan het doen vanavond. We gaan het doen. High five. Woe! De avond pakken de girls de spullen bij elkaar die ze de avond nodig zullen hebben voor de komende horrornacht. En ze vertrekken. Het is de engste flatstal die er tot nu toe bekend is. Er gaat dus rond dat de wedstrijdmeisjes daar verdwenen zijn. En dat doordat niemand voor de paarden zorgde, de paarden doodgingen. Maar de girls horen dus ook geruchten dat er geesten van de paardenmeis en van de paarden daar nog rondspoken. Dit omdat dé wedstrijdstal van de omgeving was. Zijn we er klaar voor? Nee, ik ben echt heel bang. Ik ook. Oké, we moeten nu gaan, oké? Ja. We gaan het doen. Oké. Nou, doe je auto. Daar gaan we dan. Ja. Oh. Ik ben zo bang. Krijg die deur open? Oh, wat erg. Oké, we zijn dus nu binnen. En we horen echt heel veel dingen. En het is ook pikdonker. Ik denk dat het straks belangrijk is, als wij eerst onze even een slaapplek gaan zoeken, dat wij onze koffers ergens neerzetten en dat we dan de boel gaan verkennen ofzo. Ja. Oké. Doen we dat. Ik vind het wel echt eng, ouwe. What the fuck? Nee, ik wil weg, eigenlijk. Ik durf echt niet meer. Hoor je dat? Wow! Wat was dat? Nee, ik ga het echt niet doen, man. Nee. Ik ga het echt niet doen. Ik moet naar huis. Nienke. Zullen we terug? Nienke, ik maak geen grapje. Ik hoor al van dingen. Ik ben echt maar. Ik kan niet. Nee, echt niet. Serieus. Thank you.
Ik weet niet. Dit lijkt wel een soort van wasplaats of zo. Kijk. Er staat zelfs nog een camera of zo. Ja. Echt heel eng is er eentje. Ik hoor zoveel dingen, ik weet echt niet meer waar naar moet luisteren. Kijk even. Alles ziet er zo oud uit. Helemaal verroest. Zullen we verder? Ja. Let's go. Hoor je dat? Hoor je dat? Er komt nog iemand aan. Zullen we die kant op kijken? Ja. Ik ben bang. Ik ben zo bang. Ik wil naar huis. Help. Pas op. Wat is dat? Wow. Nienke, wacht. Er staan hier gewoon allemaal paarden. Paarden? Check dit. Is dit, maatje? Is dit niet die spookpaarden waar ze toen bij hadden? Kijk dan. Maatje. Is het niet die spookpaarden? Dit is echt niet meer grappig. Misschien. Nee, ik even serieus. Misschien zijn dit die wedstrijdmeisjes waar ze het over hadden. En zijn toch niet alle paarden dood? Maar ze vertelden dat alle paarden dood zijn, maar dit is echt. Oh! Huh? Dit is waar wij geluiden horen. Oh, hier zijn we. We zijn buiten. Kom eens. Opa. Ik heb echt het gevoel dat hier binnen allemaal van die verrotte spullen liggen. Zit een mooie slaapplek. Nou ja. De regen gaat wel heel naar binnen mee kijken. Ja, dat is waar. Gaan we verder. Ja, dat is zeker. Ouwe, check die vrachtwagen. Het is toch gewoon een dikke vrachtwagen? Kom, we gaan eerst onze spullen dumpen. Hier? Sst. Oh my god, oh my. Hier? Oh my, ja. Dit is op zich wel een mooie plek. Ja. Ga jij maar eerst. Het is buiten. Oh. Lijkt wel een dolf hier. Oh, koud. Ik snap dat ik helemaal niet. Wat keek je dan? Ah, ouwe, ik hoor allemaal shit. Ik vind het echt niet grappig. Matje, serieus. Jij stond daar vanaf, hè? Nee. Niks, echt. Jij stond hier? ik ga hier weg, kom. Kom! De girls zijn zo erg geschrokken dat ze hebben besloten om maar gewoon in bed te gaan liggen. Hey, slaap lekker, man.